Om het sluipverkeer tussen Vianen en Lexmond aan te pakken, stelt de gemeente Vijfheerenlanden een aantal inrijverboden in tijdens de avondspits. Inmiddels zijn er camera's en testborden geplaatst. Met wethouder Joop van Montvoort ga ik hierover in gesprek. Welkom, fijn dat je aan wil schuiven. Ja, een beetje een lastig onderwerp, denk ik, als ik ook zo de commentaren op Facebook en dat soort dingen lees. Want we gaan het hebben over het sluipverkeer. En dan met name in de gemeente Vijfheerenlanden, maar tussen Vianen en Lexmond. Daar zijn ooit een soort van roadblocks al geplaatst, hè? Was dat niet voldoende? Nee, die roadblocks werken eigenlijk best goed, maar hebben één heel groot nadeel. Alle inwoners moeten daarvoor wachten. Mm-hmm. En de schades die dan ontstaan, hè, want die tilt een auto op en dan krijg je schade. En die schades begonnen zich op te stapelen. Verzekeringen, rechtszaken, en dat ging heel veel geld kosten. En de systemen waren inmiddels 20 jaar oud. En we stonden voor een keuze. Gaan we ze vervangen of gaan we ze weghalen? En eigenlijk het vorige college heeft die dingen al verwijderd. Mm-hmm. Dus die dingen terugbrengen was voor ons geen optie. Nee, en zeker als natuurlijk blijkt dat het toch niet wenselijk is wat daar allemaal gebeurde en wat zich daar achter de schermen afspeelde, zoek je een andere oplossing. Ja, nu hebben jullie eigenlijk gekozen om, laat ik maar zeggen, op zes plaatsen de weg af te sluiten. Tussen 3 en 7 volgens mij. Ja. Dat klinkt voor mij niet heel erg logisch, want dan zijn dus delen niet bereikbaar. Waarom dan toch die keuze? De route is vanaf de A2 afslag Vianen naar beneden door langs Vianen, Lexmond en dan bij de A27 erop. Daar wil je het sluipverkeer inperken. Mm-hmm. Op het moment dat ik alleen op die weg een maatregel zou treffen, ja, dan met de navigatiesystemen, dan wijken ze uit naar de eerstvolgende. En dat zien we in de praktijk ook gebeuren. We zien zelfs al vanaf de A27 bij Hagestein wat ze door Vianen heen gaan sluipen. Omdat ze dan niet in de file hoeven te staan. Ja. Dus op al die strategische punten komen inrijverboden. Ja, en dat komt niet alleen maar met een bord dat iemand er niet in mag. Er komen daadwerkelijk ook camera's te hangen en daar gaat ook een registratie voor plaatsvinden. Ja. Hoe is dat besluit er gekomen om daar maar eens mee te beginnen? Ja, er is een verkeersbesluit genomen. Er is in 2021 een besluit genomen om dat tussen Vianen en Lexmond in te doen. Mm-hmm. Daar is een hele uitgebreide zienswijzeprocedure voor gelopen. Mensen mochten daar hun inbreng op doen. En op basis daarvan is het eigenlijk doorontwikkeld. Dus Lexmond heeft ons gevraagd, kunnen we dat verbod niet iets opschuiven? Want wij zijn erg georiënteerd op Vianen en Utrecht. Mm-hmm. En dan moeten we continu door het verbod heen rijden. Dus plaats het alsjeblieft zo dicht mogelijk naar de A27 toe. Nou, dat hebben we ook gedaan. We zijn met ze in gesprek gegaan met het dorpsinitiatief en met de LOV, de Lexmondse ondernemersvereniging. En zo hebben we het verder doorontwikkeld. En bij dat besluit in 2021 was het de bedoeling om steeksproefsgewijs met BOA's te handhaven. Mm-hmm. Maar ja, ik heb daar niet zo heel veel fiducie in als daar niet permanente controle op zit. Dat mensen denken, nou, ik gok het erop. Mm-hmm. Dus als je het echt dicht wil zetten, en dan moet je permanent handhaven. En daar zijn de camera's voor. Ja, want je krijgt, hè, wat je inderdaad zegt aan de BOA's. Je krijgt een beetje, net als met snelheidscontrole. Ja, ik ga er 20 keer met 100 km per uur doorheen, terwijl ik er 80 mag. Ja. Misschien. Mensen nemen bewust het risico van, ik ga het toch proberen. Ja, ja, en nu komen daar dus camera's te staan. Zijn dan niet de inwoners tussen dat gebied een beetje de dupe van het feit dat ze daar niet, ja, geen visite kunnen ontvangen of op die manier hun vrijheid behouden? Nou, wat ik net zei, we hebben bewust gekozen om ze zo dicht mogelijk langs de A27 te zetten. Dus niet meer tussen, hè, anders zaten echt tussen Lexmond en Vianen, mm-hmm, in. Ja, dan moet alle visite, alle bezoek moeten doorheen. Nou, door hem wat dichter naar de A27 te zetten, is dat al voor een heel groot gedeelte gereduceerd. Alle inwoners en alle ondernemers, die krijgen sowieso een gratis ontheffing voor 3 jaar. Dus die melden zich aan en die mogen er dan doorheen. Wat we door de inwonersavonden hebben opgehaald uit de dorpen is, joh, geef ons ook een kenteken zodat bezoek er door kan. Of een mantelzorger, of, mm-hmm, nou, noem maar op. En dat hebben we nu geregeld. Dus dat hebben we toegevoegd. En eigenlijk zit die zo dicht bij de A27...
dat als je echt tussen 3 en 7 vanuit Lexmond de file in wil, dan zul je die ontheffing nodig hebben. En anders is Lexmond of de dorpen gewoon bereikbaar. Alleen, je zult een stukje door die file moeten. Dus de sluiproute zelf, die wordt voor bezoekers ook moeilijker. Tenzij je voor €3 een dagontheffing aanvraagt. Ja, ik hoor je zeggen iets over een mantelzorger. Dat hij dan een extra passen aan zou kunnen vragen. Dat is me niet helemaal duidelijk. Want iedereen die krijgt op zijn kenteken dus een ontheffing. En daarnaast kan je dus een tweede ontheffing of een derde aanvragen voor een mantelzorger. Of... Ja, als je mantelzorg is vaak familie of bekende. Nou, als die niet uit de gemeente komt. Hè, stel je woont in Lexmond en je hebt een mantelzorger die uit IJsselstein komt. En dat is je vaste neef of nicht die dan komt om jou te helpen. Dan kun je dat kenteken doorgeven. En dan gaan wij die natuurlijk gewoon toestemming verlenen. Dat is dat vrije kenteken wat we hebben geregeld. Ja. En er zullen ongetwijfeld mensen zijn die 3 of 4 mantelzorgers hebben. Nou, dan hebben we geregeld stuur een mailtje. Dat is de hardheidsclausule. Mm-hmm. We noemen dat het maatwerk. En dan zorgen we dat die mensen er gewoon moeten kunnen komen. Want we willen het sluipverkeer weren. Dat is de intentie. En zo min mogelijk overlast voor onze inwoners en ondernemers. Maar ik heb ook op die avond gezegd, het zal een beetje pijn doen. Ja, maar dat moet de tijd leren, denk ik. Hè? Hoe gaat de gemeente qua soepelheid om op het moment dat er een verzoek komt van goh, ik heb nu mijn been gebroken, ik noem maar iets. En iedere dag komt er eigenlijk iemand langs. Kan ik daar een ontheffing voor krijgen? Dan roep je nu al. Dat kan dus. Ja, en veel bedrijven, zorgverleners zitten bij ons in de gemeente. Mm-hmm. Of hebben een kantoor. Die kunnen sowieso voor hun medewerkers al ontheffing aanvragen. Ja. Ja, en dan heb je nog een categorie die net buiten de gemeente woont. Of vrijwilligers. Ja, en die moeten we gewoon helpen. Ja, logisch. En dan... klinkt het allemaal heel makkelijk. We gaan een ontheffing aanvragen. Maar dat moet via de DigiD. Ja. Stel nou dat mensen niet lukt. Hè? Op een of andere manier. Kunnen ze dan ook nog ergens terecht om die ontheffing aan te vragen? Ja, we gaan vanaf 19 februari de brieven versturen. Dus die zullen 20, 21, 22 februari bij de mensen op de mat vallen. Nou, als je digitaal vaardig bent, kun je dat echt vrij eenvoudig doen. DigiD, kenteken, e-mailadres, je krijgt een bevestiging en dat is het. Lukt het je nou niet, dan hebben we een roadshow bedacht. Dat staat ook in de brief. En dan gaan we naar alle dorpen toe. Want er zullen echt mensen zijn die DigiD met een app, die vinden dat niks. Of die kennen dat niet. Nee. Of mijn ouders vinden dat ingewikkeld. Ja, dan ga je gewoon, gaan we die mensen helpen. Dus daar hebben we aan de voorkant over nagedacht. Van ja, er zullen ook mensen zijn die dat nog niet goed kunnen. Ja, dus eigenlijk alles om iedereen te ontzorgen als het gaat om aanvragen van zo'n pas, laat ik maar zeggen. Of zo'n registratie. Ja, het is niet meer dan een kenteken wat in een database komt te staan, dat die als die wordt vergeleken met de foto's die gemaakt worden. Daar komt dan ook een kenteken. En als ze in de goede lijst staan, dan gebeurt er niks. Nee. De kentekens die er niks te zoeken hebben, die beginnen we met waarschuwen en uiteindelijk met een boete. Ja, nou, dat is dan wel weer een mooi bruggetje als ik dan denk, ja, dan kom ik dus met mijn kenteken of wel of niet in een lijst. Jullie kunnen precies zien waar ik geweest ben. Ja, wij zien de kentekens zeg maar, die daar komen. Op het moment dat je er doorgaat en je bent er geweest, dan binnen 48 uur worden die kentekens vernietigd. 1 keer wordt je kenteken bewaard, omdat je dat is het moment dat je een waarschuwing hebt gekregen. Dus de eerste keer krijg je netjes een waarschuwingsbrief. Hey, u heeft een inrijverbod genegeerd. Let op, volgende keer volgt daar een sanctie op. Dus nog even 1 keer goede aandacht. Dat wordt opgeslagen in een bestand, puur het kenteken. We zien ook niet wie dat is, want dat gaat allemaal via het Openbaar Ministerie. Dus die verstuurt de data naar mensen en die stuurt eigenlijk gewoon een sanctie waarop staat waarschuwing. Ja. En wij houden alleen maar bij dat het 1 keer gebeurd is, zodat we weten voor de 2e keer, hey, je bent in overtreding. Ja. Dat is allemaal binnen de regels die daarvoor gelden. Ja, dus de als wethouder weet niet dat ik bij wijze van spreken iedere week daar kom om, nou weet ik wat te doen. Nee, dat is voor ons niet, wij zien kentekens en de BOA, we hebben speciaal opgeleide BOA daarvoor. Ja, dat is ongeveer 1/2 uur per dag, dan kijkt hij naar de kentekens van de dag ervoor. Hey, dit zijn de 20 die er niet thuis horen.
10 hebben al een keer een waarschuwing gehad. Dus die krijgen een sanctie. Die gaan naar het Openbaar Ministerie. En de andere 10 krijgen die brief. Ja. Dat klinkt heel positief. Ja, ik ben ook echt wel... In de tijd dat ik nu mee bezig ben, positief dat dit gaat werken. Want er wordt wel gevraagd, kan die camera bijvoorbeeld niet of die camera niet? Mm-hmm. Ja, en dan moet ik echt, en dat vindt het Openbaar Ministerie ook, zeggen, nou, we moeten die 6 camera's neerzetten. Want als je die 1 niet doet, dan zul je zien dat je rijdt de snelweg af, je rijdt het gebied in. En dan kom je op dat punt en dan stuurt hij je via die route, want dat is dan de kortste route. Ja. En dan heb ik het probleem alleen maar verplaatst en niet opgelost. Nee, precies. En wat je wil is graag de problemen oplossen. Ja. En dan heb je nog de mensen die een dagkaart, ik noem maar een dagkaartje, hè, heel simpel, die moeten daar wel voor gaan betalen. Dat lijkt heel weinig, dat is €3, maar waarom is daar dan voor gekozen? Waarom kan die niet gratis aangevraagd worden voor een dag? Ja, als wij dat gratis maken, dan gaat iedereen hem aanvragen. En dan denken wij dat we nog steeds het probleem niet opgelost hebben. Mm-hmm. Want op de avonden die ik gehad heb, vonden mensen €3 veel te goedkoop. Want een rijk iemand kan voor €15 per week toch sluipen. Ja. En dat is iets, een van de punten die we met de klankbordgroep, want daar ben ik echt groot voorstander van, om met een groep mensen dat te evalueren tijdens die 6 maanden. En dat is een van de dingen die we willen monitoren. Is €3 te veel? Of moet het meer? Of moet het minder? Er waren ook mensen die zeiden, ja, bij gemeente X is het €1. Mm-hmm. Waarom hier €3? En er waren er ook bij die zeiden, ja, waarom geen €10? Ja. Ja, dat is natuurlijk zoveel mensen, zoveel wensen. Ja. Maar dat is dus en dan komen we op een stukje evaluatie. Want in principe gaat er dus nu, komt er een investering in al die camera's. Dan wordt er over 6 maanden geëvalueerd. Waar wordt er dan naar gekeken? Of is het zo, die camera's die staan en we gaan kijken wat we aan moeten passen? Ja, of gaan ze weg? Kijk, of... Het doel is dat we die 600 voertuigen per uur in de spits, hè, in die periode tussen 3 en 7, dat we die weg willen hebben. Mm-hmm. We moeten op de rijksweg blijven. Dan hebben we geen probleem meer bij de afrit Vianen. De leefbaarheid en de bereikbaarheid van Vianen Lexmond wordt beter. En ook bij de oprit waar je file krijgt omdat alles daar moet invoegen, dat is weg. Dus daar kijken we naar. En dat wil je terugbrengen. En dat beogen we met deze methode, met permanente handhaving en inrijverboden. Ja. Maar we kijken wel met z'n allen van, is dat ook, hoeveel neemt het af? Ja. Een van de dingen is, vrachtwagens zijn uitgezonderd. Nou, op de avond werd ook gevraagd, ja, dadelijk staat er een hele rij vrachtwagens. Die denken, hé, dat is makkelijk. Wij mogen er wel lekker wel doorheen. Ja. Dus dan hebben we één grote optocht vrachtwagens. Nou, dan kunnen we met z'n allen, en dat doen we niet als gemeente alleen, maar we willen vanuit de dorpen, hè, 2 per dorp of 3, elke maand een keer bouw 1. Yo, dit zijn de cijfers en zo willen we ernaar kijken. En wat we precies willen evalueren, heb ik wel beeld bij. Dus de aantallen, mm-hmm. Hè, dus het moet veiliger worden. Maar de inwoners hebben misschien ook wel ideeën wat ze geëvalueerd willen hebben. En ik wil het met hen samen doen. Ja. Dus dat ligt eigenlijk nog een beetje open. Het is niet zo dat je zegt van nou, er moet minstens van die 600 moeten er 300 wegblijven. Dan is het geslaagd. Nee, dat is nog niet helemaal precies. Hè. Dat voorstel wordt wel uitgewerkt. Mm-hmm. We hebben best wel heel veel werk gehad om dit allemaal op poten te zetten. Ja. Het is toch een beetje pionieren en ontdekken. Gelukkig met heel veel mensen samen. En zelf denk ik, ja, we zitten de 600 op. Als de 400 afgaan, dan ben ik al wel heel tevreden. Ja. Uiteindelijk gaat het om dat de oversteekbaarheid van wegen, mensen die in Lexmond het dorp uit willen, mm-hmm. ja, die staan soms 10 minuten te wachten om de weg, hè, want je wordt er ook niet tussen gelaten. Nee, nee. De hulpverlening, die hulpdiensten die het gebied moeilijker kunnen bereiken, ja, als dat allemaal geborgd is, ja, dan is het wat mij betreft goed. En daar tegenover staat dat we ook moeten kijken, werkt dat ene kenteken? Ja. Moeten dat er niet 2 zijn? Of werkt het juist averechts? Ook die dingen moeten we met elkaar gewoon serieus bekijken. Ja, ja, dat is als het ware pionieren. Ja, het is geen systeem wat eigenlijk op deze manier in de landen gebruikt wordt. Het wordt heel veel gebruikt om binnen steden autoluw te krijgen. Mm-hmm, mm-hmm. Ja, dan moet je, volgens mij is het in Culemborg, heb je ook een wijk. Dan kun je ook alleen maar als inwoner in, en anders krijg je ook een boete. Dus het wordt veel voor binnencentra of wijken gebruikt. En wij gebruiken het nu op een doorgaande weg. Dus het is ook echt wel in die zin redelijk uniek.
dat we dit op deze manier doen. Ja, dan zullen er ook wel mensen zijn, of gemeenten omliggend, die goed meekijken wat jullie doen. Ik bedoel, jullie krijgen als het ware, of je als wethouder krijgt nu de commentaar van, nou, we moeten eerst maar zien en dan geloven, hè, heel vaak. Hoewel ook heel veel inwoners positief zijn natuurlijk. Maar het kan dus ook een hele grote stap zijn voor bijvoorbeeld, wat hebben we, Geldermalsen volgens mij, en Beest, daar staan ook regelmatig files. Ja, nou, er zijn gemeenten die bij ons meekijken. Waardenburg is, waar iedereen vlak voor de brug graag de Rijksweg op wil. Nou, ja. Gorkum heeft hetzelfde. Altena, er ligt ook wel een directe relatie met de verbreding van de A27. Die gaat de komende 8 tot 10 jaar spelen, waardoor het nog drukker wordt, waardoor het sluipverkeer toeneemt. En samen met al die gemeentes langs die route kijken we naar deze aanpak. En als die goed werkt, heb je tegen een relatief lage investering en kun je een hoog rendement halen. Ja. Dat denk ik dat wel heel belangrijk is. Ja. Ook een mooie uitdaging voor jou als wethouder om dit goed vlot te trekken en goed verder uit te rollen en goed te evalueren. Zijn er nog dingen die je aan de inwoners die er belang bij hebben op dit moment mee zou willen geven? Ja, vraag op tijd die ontheffing aan. Hè. We zijn vrij vroeg bewust al in september met de campagne gestart. De avonden, de besluiten, de brieven komen nu 19 februari gaan ze verstuurd worden. Dus ze zullen ergens in die week, afhankelijk van de post, op de deurmaat vallen. Ja, en heb je vragen, daar staat precies in de veelgestelde vragen. Je kunt de gemeente bellen, er is een apart telefoonnummer, er zit een team klaar. Stel je vragen en regel op tijd je ontheffing. Het is gratis, dus die oproep doe ik graag, want ja, dat helpt. Dat je een waarschuwing krijgt. Sowieso gaan we de eerste 4-5 weken sowieso proefdraaien. Mm-hmm. Dus dan wordt er nog geen enkele sanctie of officiële waarschuwing. Je krijgt wel een brief, maar let op, hè, hij gaat binnenkort echt in. En dat moment wil ik ook met de klankbordgroep bepalen. Van oké, nu gaat hij in en nu gaan we officieel starten. Ja, dus echt zo snel mogelijk die ontheffing aanvragen. Zodat je eigenlijk zeker bent dat je niet zo'n aanmaning op de mat krijgt. Of in ieder geval een brief van, hey, je bent een overtreding geweest. Zeker. Nou, heel veel succes met het verder uitrollen. En ja, eigenlijk spreek ik u graag over een half jaar om te kijken hoe het ervoor staat. Maar voor nu hartstikke bedankt voor dit gesprek. Graag gedaan. En over een half jaar ben ik zeker hier weer aanwezig. Thank you.